De kinderen van minister Hubert Stichting en de minister van Openbare Werken hebben zojuist het licht ontstoken van de Russische kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein. Dit is de vijfde keer dat we deze Russische boom hebben aangestoken, maar daarvoor, we zijn sinds 1991 bezig. Ja. Als straks het licht aangaat en we allemaal in awe en awe gevoelens naar de boom kijken, laat dat gevoel dat u hebt blijven en niet doven. Laat dat gevoel blijven heel het jaar door. Het is een begrip geworden. We hebben geconstateerd dat van het jaar er geen stadsverlichting door de overheid geplaatst gaat worden. En we hebben ingespeeld op dat Onafhankelijkheidsplein toch een mooie boom krijgt. Ja. Maar er is geen stadsverlichting dit jaar? Nee, de stad wordt niet verlicht. Nee. Maar wat moeten wij doen? We moeten inspelen op van dat men toch geniet van de mooie boom. Ja. Er is een diepe dans van meester Hubert Stichting op Komwijnen. En we hadden toen de tijd een televisie gedoneerd. En een televisiestuk. Dus we dachten van oké, we nodigen ze uit. En dan gaan we een tv overhandigen. Maar tegelijkertijd het gebaar van mijn collega Niamat, van verhuurbedrijf Niamat, die heeft een cheque overhandigd. En dan heeft dan de minister van Openbare Werken ook zijn deel gedaan. De leden mag bij me langskomen. En ze mogen een bijdrage van het ministerie van 3000 SMB. Jezus zegt dat hij hier van ons verlangt, dat weken in als kaarsjes branden in de nacht. Hij zegt dat ieder tot zijn ere steekt, jij in jouw klein hoekje en ik in het meest.